wil iets vertellen over vrijwilligers en over de natuur op de Brabantse Wal, waar ik boswachter ben. En ondertussen draaien wat foto's op het scherm van de prachtige natuur die ik achter heb moeten laten om hier te kunnen zijn vanmorgen. Ik doe mijn werk met heel veel plezier op de Brabantse Wal als boswachter, gewoon betaald, niet als vrijwilliger. Maar wij zouden ons werk zeker niet zo kunnen doen en niet alles kunnen bereiken wat we bereiken als we geen vrijwilligers hadden. En om daar een indruk van te geven, ik werk op de Brabantse Wal, het meest westelijke puntje van Brabant. En in mijn regio werken we met 4 betaalde krachten en 320 vrijwilligers. Bij onze organisatie, Brabants Landschap, provincie breed, werken ruim 3000, ik dacht ongeveer 3200 of 3400 vrijwilligers in totaal. Dat is hartstikke veel. Het merendeel van ons werk gebeurt dus door vrijwilligers en ik heb daar elke dag mee te maken. En zelfs 's nachts, ik werd vannacht nog wakker gebeld door een vrijwilliger. Met een goede reden. Ik zal even uitleggen wat vrijwilligers bij ons doen, zodat jullie daar een beeld van hebben. Eigenlijk alle vrijwilligers komen bij ons binnen omdat ze enorme passie voor natuur hebben. Ons werk is natuurbehoud, natuurbescherming. Dat is hard nodig in deze barre tijden. De mensen die bij ons binnenkomen, die hebben eigenlijk diezelfde passie. Die vinden de natuur ontzettend mooi en die willen dat graag beschermen en behouden. En die doen dat allemaal op hun eigen manier. En daarom heb ik een klein lijstje, want we hebben er zoveel dat ik het niet uit mijn hoofd weet. Maar ik ga het toch opnoemen. We hebben vrijwilligers die educatiewerk bij ons doen. We hebben 2 bezoekerscentra die helemaal op vrijwilligers draaien. Daar hebben we gastheren, gastvrouwen. We hebben natuurgidsen, we hebben workshopbegeleiders. Daarnaast hebben we een hele grote groep buitenwerkers. Hier zie je trouwens van die activiteiten met vrijwilligers, die begeleid worden door vrijwilligers. We hebben buitenwerkers, dat zijn klusjes mannen en vrouwen, landschapsonderhoud en knotploegen, die dus bomen knotten. We hebben monitoring vrijwilligers, die doen heel belangrijk werk. Wij hebben heel veel cijfers nodig om te laten zien dat natuur belangrijk is, dat natuur beschermd moet worden, dat bepaalde soorten vooruit of achteruit gaan. Dus er wordt veel monitoring gedaan van vleermuizen, zoals je hier ziet, van vogels, paddenstoelen, vlinders, marters, dassen tellen, ganzen tellen. Planten tellen, nou in ieder geval heel veel telwerk. We hebben, daarnaast hebben we wildaanrijding vrijwilligers. Nou, daar was er eentje van die me vannacht wakker belde. Die krijgen meldingen van de meldkamer binnen als er een dier is aangereden. En dan gaan ze komen ze uit het bed en dan gaan ze die ophalen en die worden bij ons aangeleverd bij onze werkschuur. En overdag leggen wij die dan op aasplekken, waar vervolgens weer onderzoek door andere vrijwilligers op gedaan wordt naar insecten. Alleen heel soms is zo'n dier niet te vinden en dan moet ik opdraven met mijn hond, omdat ik een speciaal getrainde hond heb om zo'n beest op te zoeken. Maar in principe doen dat vrijwilligers. Nou, al dat werk bij elkaar is dus ontzettend belangrijk in ons hele gebied om de dingen te kunnen doen die we doen. Wat daar dus heel belangrijk aan is dat de vrijwilligers blijven komen. Dat is af en toe best een flinke klus om vrijwilligers te werven. En ik denk dat we daar best een paar slimme stappen in zouden kunnen maken. Ik zie de laatste jaren meer jonge vrijwilligers komen. Mensen die soms zelfs een drukke baan hebben en daarnaast vrijwilligerswerk willen doen. Maar daar niet altijd ruimte voor kunnen vinden. Ik denk dat daar nog wel slimme oplossingen voor te bedenken zijn. Maar ik heb bijvoorbeeld ook mensen die een tijdje niet in het arbeidsproces kunnen deelnemen. Op het moment zijn er 3 politieagenten die bij me vrijwilligerswerk doen. Die iets fysiek mankeren of mentaal, omdat ze zwaar werk hebben. En die zoeken dan een stukje rust en die willen ook vanuit een stukje idealisme iets in de natuur doen. En die doen bij ons vrijwilligerswerk, komen daar als het ware weer een beetje op adem en op krachten en kunnen dan weer in het arbeidsproces terugkomen. Maar we hebben ook mensen die bijvoorbeeld op een andere reden geen betaald werk kunnen doen en het heel fijn vinden om een bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappij. En we merken dat het mensen heel veel voldoening geeft, heel veel plezier geeft om iets te kunnen bijdragen. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we die mensen ook steunen, dat we ze waardering geven. En wij doen dat inderdaad, sorry Twan, met een etentje elk jaar, geen vergoeding. Maar daar zijn ze wel heel blij mee. Mensen vinden het heel fijn om ook samen iets te kunnen betekenen voor de natuur, voor de maatschappij. En die voelen zich daardoor ook gewaardeerd. En ik denk dat we dat meer en meer moeten uitspreken en ook een beetje kunnen faciliteren. Want zo'n grote organisatie van vrijwilligers runnen, dat vraagt ook gewoon mankracht en organisatie. Mijn broer die zit in het zakenleven. En die zegt, jij hebt 300 mensen lopen. In mijn branche loop je dan met een stropdas en een grote leasebak. Maar wij moeten dat erbij doen. En dat is hartstikke mooi, dat is hartstikke leuk. Ook inspirerend voor ons. Maar wel belangrijk dat het gebeurt en dat er organisaties zijn die dat kunnen doen. Zodat vrijwilligers aan de slag kunnen. Nou, dat was
Even kort wat wij in de natuur met vrijwilligers te maken hebben.